Welkom en wat leuk dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. We hebben drie onderwerpen voor u. We beginnen met kerken en de slavernij. Wat was de rol van de kerk in het slavernijverleden? Verslaggever Els doet verslag. We gaan vandaag naar de opening van de tentoonstelling Kerken en Slavernij. We gaan ons laten informeren wat de achtergrond is van de tentoonstelling en we gaan kijken. Dit is de tafel waar de gesprekken plaats zullen vinden. Met de Bijbel in de hand hebben ze slaven gehad. En ja, dat is goed om dat gesprek op gang te brengen van hey, wat is de rol geweest tijdens het hele slavernijverleden. In 2013 zijn er natuurlijk excuses aangeboden door de Raad van Kerken in Amsterdam, in de Grote Koningskerk. Ja, daar heeft de Raad van Kerken is toch wel tot de conclusie gekomen. Ja, we hadden toch wel een hele verkeerde rol tijdens de slavernij. En daar zeggen wij sorry voor. Dat is gebeurd, maar het is daarna heel stil gebleven. En ik denk, het is een hele kleine tentoonstelling, dat ziet u. Maar de bedoeling is eigenlijk meer van, hey, dat gesprek op gang brengen. En dat is niet om elkaar te verwijten, maar om te kijken hoe gaan we verder. Hoe kunnen we met dat gezamenlijk verleden, die gezamenlijke geschiedenis, een heilzame weg op gaan voor de toekomst. Van hé, wat heeft die doorwerking van de slavernij nog in mijn leven te betekenen? Ervaar ik daar nog iets van? Met huidige racisme en discriminatie. Jij hebt net naar de tentoonstelling gekeken. Wat vind je van de tentoonstelling? Heel interessant. Heel, een eye-opener voor iedereen. Leerzaam. Voor alle generaties. En stof om over na te denken. Wat vond je bijzonder aan de tentoonstelling? Ik vond het bijzonder dat het, dat het in de kerk was. Dat is voor het eerst dat het in Utrecht gebeurt. Dat de tentoonstelling in de kerk gehouden wordt. Ik vind het alvast een heel goed idee dat het hier in de kerk gehouden wordt. Want de kerk heeft ook veel te maken gehad met de slavernij, met slavernijverleden. En ik heb dingen gelezen en gezien die ik ook niet wist. Dus ik heb wel veel over slavernij, want vanaf de school krijg je les over de slavernij. Maar meer vanuit Europees gezicht werd je de geschiedenis gegeven. Maar hier zie je echt meer gelezen en meer gezien. En dat vond ik heel belangrijk. Wat maakte de tentoonstelling bij je los? Vroeger was het echt boosheid, wanneer ik bepaalde dingen zie. Maar ik relativeer nu. Ik relativeer. En ik probeer mijn kinderen, weten het ook, en mijn kleinkinderen ook hierover te vertellen. Dus zodat ze ook weten van iets over hun eigen roots. Jij zingt het lied Fusabi Peugo. Het is een gezegde. In het Surinaams is het, want het bestaat in meerdere talen. Fusabi Peugo, Yumusabi Peugmopo. Oftewel, om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. En wij komen met z'n allen uit een gedeeld verleden. We hebben een gezamenlijke historie. En daar zing ik over. Dat het belangrijk is te erkennen en toe te geven, te helen, te verbinden. Ik kijk naar jou, jij kijkt naar mij. Zien we elkaar werkelijk? Ja, we zien elkaar. En we gaan samen verder. Dit is wat achter ons ligt. Ik zing ook, wat was, dat was. Kunnen we niks meer aan doen. Maar wat nog komt, kunnen we sturen. Om niet te herhalen wat verkeerd is gedaan. Om recht te zetten waar we fout zijn gegaan. Dat zing ik ook. Ik schreef dit lied in februari ter gelegenheid van het excuses aangeboden worden door onze burgemeester Dijksma. Van burgemeester en wethouders bied ik mijn excuses aan voor de langdurige betrokkenheid van het Utrechtse stadsbestuur bij de koloniale slavenhandel en de onderdrukking en uitbuiting van de tot slaaf gemaakte. Mijn tekst zegt ook van, jij was het toen niet, ik evenmin.
Maar kijk in elkaars ogen en ontdek de zin van helen, van rouwen, van erkennen, van toegeven. En ook het erkennen, het wegwuiven en erkennen, het ontkennen. Want dat gebeurt ook genoeg, weet je. En we schieten er niks mee op. We moeten toch samen verder, of we het nou leuk vinden of niet. Ik ga op bezoek bij Ed van Eden. Een schrijver van misdaad en politietrillers. Die zich afspelen in de wijk Overvecht en Zuilen. Wist u dat de misdaad in Overvecht heel dichtbij is? Ik ga in gesprek met de schrijver van misdaadromans en politietrillers Ed van Eden. Ed, je hebt heel veel boeken geschreven. Hoe ben je tot schrijven gekomen? Heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Als jongetje deed ik dat al. Als middelbare scholier schreef ik de hele schoolkrant vol. En daarna ben ik eigenlijk altijd blijven schrijven. Wat heb je allemaal geschreven? Stapelsboeken echt. Zo'n 300-400 boeken. Ja, je schrijft ook misdaadromans. Die spelen zich af in Zuilen en Overgevecht. Waarom? Omdat ik daar gewoond heb en nog steeds woon in Overvecht. Heel lang in Zuilen gewoond. En je moet weten, je moet schrijven over wat je weet. Dus de omgeving die je kent, daar moet je over schrijven. Ja, en wat weet je precies dan? Wat er zich afspeelt. In Overvecht en Zuilen? Zeker, ja. Noem eens wat. Bijvoorbeeld misdaad, dat is mooi om over te schrijven. Dan gebeurt er nog eens wat. Ja, want je schrijft nu dan misdaadromans. Heb je ook andere dingen gedaan? Ja, ik heb twee gewone romans geschreven. Stapels kinderboeken gemaakt onder diverse namen. Ook andere boeken onder diverse namen. Veel non-fictie en een paar honderd boeken vertaald. Allemaal onder je eigen naam? Nee. Sommige kinderboeken onder de naam Debbie Hogewind voor ponyboeken. En Lisa Burggraaf voor de kleintjes. En griezelboeken onder de naam Steven Klam. En hoe kom je aan die namen? Verzonnen. Oh, zelf verzonnen? Ja. Schrijf je ook voor televisie? Ja, momenteel ben ik daarvoor bezig. Voor een nieuwe reeks. Maar dan moet eerst even duidelijk worden of die op tv komt. Voordat ik daar meer over kan zeggen. En je hebt ook iets met Baantje. Wat? Nou, Baantje toen hij nog leefde. Ik had contact met hem. En ik wilde een vervolg schrijven op zijn reeks. Baantje Inc. was dan de schrijver. Hij dacht dat het betekende Baantje in combinatie met. Maar het betekende Baantje Incorporated. En hij heeft toch meegelezen het eerste deel van wat ik heb geschreven. En dat vond hij. Hij zegt, hoe kom je erop? En dat heeft hij met plezier gelezen. Het zijn 5 of 7 delen zijn ervan verschenen. En schrijf je nog steeds? Ja, tot ik de klep van het doodskist dicht doe. Ja, en wat schrijf je dan nu? Nu schrijf ik van mijn 3 nieuwe misdaadboeken heb ik al geschreven. Er komt een reeks van 3 uit in het voorjaar. En onder eigen naam. En dit keer spelen ze in de 3 zuidelijke provincies. Daar heb ik nooit gewoond, maar daar weet ik inmiddels wel veel van. En Ed, waarom staan we hier? Dit is bureau Kaap Hoorndreef. En het politieteam van District Noord, dat werkt in Zuilen en Overvecht. En die heeft natuurlijk veel te doen hier met dit politiebureau. Een van mijn boeken is hier ook gepresenteerd aan de toenmalige hoofdinspecteur die hier zat. En die vrouw die zei, ik weet zeker dat u hier vaak heeft rondgelopen, want ik herken allemaal personages in het boek. Ze dacht dat ik echt hier politieagenten hier uit dit bureau in mijn boek had gebruikt. Terwijl ik was nog nooit binnen geweest toen. Ja. Een van de boeken bijvoorbeeld waar hier veel scènes zich afspelen is Dossier Zwarte Lotto. Daar is een bende bezig met Zwarte Lotto uit te zetten en die verdienen daar veel geld mee. En daar komt ook geweld bij kijken en dergelijke. Als je zo iemand uit zo'n bende op straat interviewt is hij heel wat minder beduust dan als hij hier op het bureau in een kamertje zit tegenover 2 rechercheurs. Dat is, dus je laat dat op een politiebureau afspelen. Tot slot, Radio Danspleis live Utrecht in het kader van 900 jaar Utrecht in het Simmick Theater. Verslaggever Hans neemt een kijkje. Radio Danspaleis verovert de Utrechtse wijken. Het is een show voor en door ouderen in het kader van Utrecht 900, waarin persoonlijke levensverhalen centraal staan. Begeleid door huismuzikanten
En natuurlijk wordt er gedanst. Want wat dat betreft waren we aan de muziek. De artiest aan het woord, Akil Lamdaji, is 78 jaar en geboren in Meknes. Hij groeide op in Marokko in een muzikale familie en was oprichter van diverse muziekensembles. In 1970 kwam Akil als een Marokkaanse gastarbeider, zoals dat toen heette, naar Nederland en belandde in Overvecht, waar hij naast de Rode Brug, oftewel de Roze Buurt, kwam te wonen. Hij heeft zijn leven lang muziek gemaakt en is een graag geziene gast in Theater Stefanus. Zelf zegt hij, ik was de eerste persoon die de traditionele Marokkaanse muziek naar Nederland bracht. Welkom Akil. In de jaren 80 begonnen al die mensen, die mannen, die gingen trouwen naar Marokko en dan wordt vrouwtje hier gehaald. En nou ja, de mensen, dat gaat gewoon groeien, die wordt al als binnenknemen, zeg maar. Mensen gaan gewoon vrouwen en zo, huwelijks, feestjes. Dus dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon ook die orkest gewoon een beetje groot, meer leden hebben. Mm-hmm. Dat ik gewoon ook Marokkaanse bruiloft heb. Ja. Dit doe ik nog steeds. Dansmuziek, dat is onze rode draad. Dus het gaat natuurlijk ook altijd over muziek. Hè? Wat heb je met muziek? Wat klonk er in de buurt? En, dus ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van onze shows. Ja. En wat is u nu bijgebleven van al die interviews die u hebt gehad? Nou ja, we duiken echt de wijken in. Dus het is heel leuk dat je... Ja, we hebben nu Lunette, Kanaleiland. En vandaag hebben we Overvecht... Ja, door de mensen leer je een stad kennen. En je kan er heel veel over lezen, maar de mensen, ja, die maken een stad. En die kunnen natuurlijk fantastisch over vertellen. En dan, ja, dan valt het kwartje nog dieper, zeg maar, als je met de mensen spreekt. Ik heb Marianne Weber de Moeder heel goed gekend, want Marianne de Moeder en ik liepen allebei tegelijk in verwachting. En mijn zoon, die had zijn haast, die moest in oktober komen. En Marianne is 5 december geboren. En ik hoorde ook dat u iets met Marianne Weber hebt. Ja, ja, ja. Marianne Weber, die heb ik dus met haar moeder heb ik een hele band gehad. Vooral toen we jong waren, ja. Laat ik het zo zeggen. Na de hand is het natuurlijk minder geworden. Ja, dan krijg je je eigen gezin en alle dingen, dus dan wordt het minder. Ja. Maar ik heb met Marianne, en mijn zoon heeft trouwens met Marianne Weber in de klas gezeten. Ja, want u hebt de één laten horen en dat was het nummer? Ik doe wat ik wil en ik ga mijn eigen gang. Ja, en dat is gewoon een soort lijfspreuk bij me geworden. Na de interview ga je achter die desk. En wat doet u daar? Ja, dan gaan we los natuurlijk. Dan gaan we dansen met elkaar en swingen. Want radio is luisteren. Het is wel een beetje interactief wat we doen. Maar ja, dansen, dat is natuurlijk het mooiste. En als je dan de verhalen hebt gehoord, kunnen we ook met elkaar gewoon de vloer op. Dit was het alweer voor deze week. Heeft u een vraag of een tip? Ga dan naar overweg@uindewijk.nl. De filmpjes terugkijken, dat kan natuurlijk op uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.